Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Minecraft. Vandaag, ik wil het met jullie even hebben over wat dingen wat ik wil gaan doen in deze wereld. Zeg maar een soort van toekomstplannen. Voor ja, wat ik wil gaan doen. En misschien kunnen jullie daarmee helpen, een beetje ideeën doorgeven als jullie dat leuk vinden. Als je iets in je hoofd hebt, zeg maar inspiratie. Maar ik heb wel het een en ander al. Het rare is, zeg maar, dat je als je deze game lang speelt, dat je steeds beter wordt. Nee, dat is niet raar, maar... het gebeurt gewoon. En je gaat beter bouwen. Want aan het begin heb ik dit huisje gebouwd. En laatst heb ik dat gebouwd. En dat ziet er echt 10 keer beter uit dan dat. Mijn huisje vind ik lelijk. Ik heb al... Zeg maar, een langere tijd wil ik dat ik hem sloop en een nieuwe ga bouwen. En toen dacht ik van, waarom doe ik niet meteen de hele stad? Want het is zeg maar, het ziet er niet uit, om dat zo maar te zeggen. Dus ik ben van plan om zeg maar het hele stadje gewoon te gaan renoveren, alles neerhalen. En dan gewoon zeg maar in die stijl opnieuw te gaan bouwen. En dan kunnen we zeg maar die stallen en de bomenboerderij en dit hier zo, wat ondergronds is, kunnen we gewoon erbij in stoppen. Zodat het zeg maar echt een stadje wordt. En ik denk op zich wel dat het er vet uit gaat zien dan als we dat doen. Allemaal in dit zo'n soort stijl. Dus daar moet ik dan... ideeën voor gaan maken, of gebouwen voor gaan maken, zeg maar. Want ik kan dat niet uit mijn hoofd in één keer. Dan moet ik even op oefenen. En de creeper die wil ik hier niet hebben. Zo, dat is gewoon niks. Nooit. Dan daar. Aan het begin van deze serie zei ik al zo van... Vuurtoren is toen de mainstream. Dat wil ik niet hebben. Maar ik zit er toch aan te denken om hier een vuurtoren te gaan bouwen. En dan gaan we hier zeg maar een haventje bij bouwen en een boot. Dat lijkt me wel vet om dat hier te hebben. Gewoon omdat het leuk uitziet. Niet geen speciale functie ervoor of zo. Maar ja, het lijkt me gewoon vet om te hebben. En toen keek ik naar dat. En ik heb zeg maar een soort van dingetje dat ik. Hoe zeg je dat? Ik vind het gewoon niet mooi, zeg maar. En aan het begin toen ik het ging bouwen, dacht ik zo van ja, het maakt me niet uit, want het is alleen maar functie, zeg maar. Het is de mob farm. Voor degene die niet weten wat het is. Het is een mob farm. En die komt dan in mijn grot komt die uit. Maar toen dacht ik van, nee, dit is het niet. Dit is niet mooi, dit moet veranderen. Dus ik ga er waarschijnlijk een ding omheen bouwen. Ik weet ook daarvoor nog niet wat. En nu bedacht ik me net dat ik misschien daar wel de vuurtoren kan gaan bouwen. Dat zou interessant zijn, om dat te gaan doen. Het wordt wel een hele grote vuurtoren, maar we zullen zien of dat... ik ga het een en ander ontwerpen en bedenken in mijn creative wereld. En dan zullen we wel zien of dat wat gaat worden. En zeg maar naast dat ik dit gebouwd heb, heb ik ook dit weggetje hier zo heb ik verlegd. Het eerst kwam het hier zo recht omhoog en dan moest je zeg maar... Ja, dat was gewoon een beetje onhandig. En nou kan ik hier gewoon recht naar beneden zo. En weer recht omhoog, om het zo maar te zeggen. Ik heb ook... Oh ja, trouwens, die heuvel daar zo, die is wat kleiner geworden. Het was eerst een stuk groter, zoiets of zo. Ik heb hiervoor wat weggehaald. En hij heeft ook veranderd in zand. Oh! Dat kan gewoon. Ik heb ook nog het een en ander boeken geïnchant.
En de Ender Farm ben ik wat aan gaan bouwen. Want die is ook nog steeds niet af. Een hoop dingen dat nog niet af zijn. Maar dat komt allemaal wel. En als ik ziek ben van het ene, dan ga ik door met het andere. En dus zo wordt. Dan zit ik me te bedenken, van dit kan wel zeg maar de in het haventhema zeg maar. En dat dan de vuurtoren, wat dan immens groot gaat worden. En dan dit zeg maar waar de inspectie of hoe heet zoiets. Waar de kustwacht of gewoon het scheepsding. Waar ze bijhouden welke schepen er zijn en zo. Ja, ik weet niet hoe het heet. Goed. Vast een van jullie weet het vast wel. Ik weet het niet. Maar goed, in ieder geval dat was het. Gewoon een beetje mijn ideeën, zeg maar, van wat ik wat mij leuk lijkt om te gaan doen binnenkort. Laat me weten wat je ervan vindt. En of je zelf nog ideeën hebt, zeg maar, wat ik kan doen om het cool te maken, zeg maar. En ja, ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je wat ideeën voor mij hebt. Dat zou ik erg waarderen. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later.